Hoi. We vervangen de handmatig bediende stuw door een automatische stuw, zodat hij snel reageert op de pijlwisselingen van de Lolé. Als het pijl van de Lolé te hoog wordt of hoger wordt, dan gaat er ook meer water richting de Almeloze A. En om dat te voorkomen moet de stuw worden opgezet, hoger worden gezet. Dat moest altijd handmatig gebeuren, maar met de automatische stuw die reageert ook automatisch op het oplopende pijl van de Lolé. De stuw wordt kano passeerbaar voor vrijwel alle kano's. Die zouden hier over de stuwdrempel heen kunnen gaan. De brug die je overheen komt is dat het wandelpad, wat hier langs de Lolé loopt, dat die gewoon bereikbaar blijft. Dat mensen kunnen blijven wandelen. Nou, deze werkzaamheden die duren nog enkele weken en de verwachting is dat rond 1 maart dat het dan weer allemaal klaar is. De werkzaamheden voor het baggeren in de Almeloze A die zijn dinsdag gestart. De traject is vanaf het theaterhotel tot aan het verdiepte spoor. De techniek die we gebruiken, dat is een schuifboot en die schuift over de bodem, de bagger, naar bepaalde plekken toe.